Canadian Banknote Suriname Foundation, CBNF, heeft in verband met haar 20ste jaardag vandaag aan enkele tehuizen gedoneerd. Hedy Does, voorzitter van CBNF, zegt dat het bedrijf elk jaar op haar geboortedag teruggeeft aan de gemeenschap. De voorgaande jaren was dat in de vorm van een seniorendag. Echter was zo'n activiteit vanwege COVID niet mogelijk. En het is doodzonde, want je moet het besteden. Het geld ontwaard. Wat voor zin heeft dat? Dus toen hebben we in het bestuur besloten, in plaats van die seniorendag, dan gaan we wat instellingen, internaat of zo je wil, gaan we gedenken. En dat hebben we nou ook gedaan. Eigen initiatief was het voedselpakket. Maar zij mochten zelf iets duurzaams aangeven. Dus Maria Internaat heeft aangegeven, een beamer hebben ze nodig. Saron heeft aangegeven, een koelkast. Sunder Singh heeft aangegeven, een eenpersoonsmatras. Ik wist nooit dat een eenpersoonsmatras zo duur is. 3000, bijna ben ik achterover gevallen. SRD? Mm-hmm. En ze wilden zulke grote potten hebben, nou die zijn ze zelf gaan uitzoeken. Ik hoefde ze alleen maar te gaan betalen. Rebecca Schels, die heeft gevraagd naar stoelen, naar rijstkoeker, strijkijzer, strijktafel. Dus wat wij binnen ons budget paste, hebben wij gegeven. Naast dus dat voedselpakket. Kennedy, wilde, de bedrijf is dat koelkast? Koelkast. Dus iedereen heeft iets duurzaams gehad en een voedselpakket ernaast. Dan zijn wij blij en zij zijn blij. Tot zover Hedy Does, voorzitter van de Canadian Banknote Suriname Foundation. Ze is blij dat de organisatie weer eens heeft kunnen helpen. De Canadian Banknote Suriname Foundation is een organisatie binnen het bedrijf dat jaarlijks een bepaald percentage van de winst zoveel als mogelijk besteedt aan sociale projecten.